Hallo, dat is Broer van DNPNL met daar een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een nieuwe FIFA 19 video. Wat we vandaag gaan doen, ik ga jullie het beste Nederlands elftal laten zien. Maar ik ga niet elke icon erin gooien die jullie al kennen. Maar ja, daar is natuurlijk geen reet aan. Ik ga alleen een nieuwe icons erin gooien. En dat zijn er twee om precies te zijn. Dus blijf vooral kijken. Doe zeker een duimpje omhoog als je denkt dat deze video leuk gaat worden. Dus ja, je moet eigenlijk gewoon een duimpje omhoog. Dat gaat zeker lukken. En vergeet niet te abonneren, dat kan hier beneden. En dan ga ik eerst de bank laten zien. Op de bank hebben we als eerste Gullit. Dit is zijn beste kaart. Ik heb deze Gullit echt al best veel gebruikt. Al kom ik er nu achter dat ik Prime Gullit de hele tijd niet gebruikt heb. Oh ja. De 90 rated Gullit daarentegen, die is ook fucking goed. Blijkbaar is er ook nog een 93 rated. In ieder geval, hij is sowieso fucking goed, want de 90 rated is het ook al. Maar ja, zoals jullie al weten, de laatste paar jaar zit hij al in FIFA. Dus ja, die ga ik natuurlijk niet een teampje doen, is geen reet aan. Dan zijn we Van Basten. Nou, vind ik gewoon een kut speler met zijn 3 skills, dus een medium work rate. Dus daar gaan we niet te lang meer stilstaan. Wel 93 rated, dat is wel nice. 92 Bergkamp, 92 Van Nistelrooy. Van Nistelrooy was een jaartje weg. Van Nistelrooy was een jaartje weg, zoals ik al dacht. Maar nu is hij terug. Hij heeft high low work rate, maar wel 3-star week voor 3-star skill moves, ja. Maar hij kan wel goed koppen en ook goede omhalen, kan ik jullie vertellen. Wat ik echt leuk vind aan deze FIFA is dat je op het moment dat je op L2 doet bij het schieten, doe je gewoon altijd echt legit 9 van 10 keer wat tofs, een omhaal of een hakje of zo. Terwijl in de voorgaande FIFA was het maar heel af en toe zo, dus dat is wel top. De volgende icon van Nederland is een De volgende icon heeft een goed. De volgende icon heeft een vrouw. De volgende icon is Patrick Kluivert. Die is er geen jaar uit geweest. Wat staat hij nou? Klootzak. Ik word hier zwaar betuteld door de Frans hier. Ik word een klootzak genoemd. Maar waarschijnlijk had hij het over Patrick Kluivert. Dat valt ook volledig te begrijpen. Dus laten we doorgaan naar de volgende speler. Dat is Van de Sar. Van de Sar, nieuwe foto van zijn tijd bij Noordwijk. Echt super tof. Oké, nu ga ik kappen met deze shit. De volgende is Overmars. Die geeft 17 miljoen uit voor een verdediger die niet eens in dit team staat. Want hij niet eens hoort bij de beste verdedigers van het team. Maakt voor de rest niks uit. Prima icon. De volgende is Rijkaard. Ja, wat moet je hierover zeggen? Ja, Rijk. En hij heeft Frank. Zullen lachen. En voor de rest, ja, gewoon een kutspeler. Dus laten we maar naar het team gaan. De allereerste speler, namelijk de beste keeper van Nederland, is Jasper Sillissen. Koeman heeft ook gezegd dat hij de eerste keeper zou worden van Nederland. En met name Rob is het daar echt super erg mee eens. In ieder geval, hij speelt niet zoveel met Barca. Maar ja, het is wel gewoon een redelijk gewoon goede keeper. Het is gewoon prima. De beste rechtsback van Nederland is Teten. Fucking Teten. Hij heeft echt kutstats. En Karsdorp heeft echt veel betere stats. Maar ja, Karsdorp is maar 76 en Teten is 78. Dus ja, vandaar. Dan de centrale verdedigers zijn fucking goed. Zoals we weten in Nederland zelf ook. Van Dijk is echt tering goed. Echt fucking goede speler op FIFA dan. In echt is hij ook goed hoor, daar niet van. Maar op FIFA is hij echt fucking goed. Echt niet normaal. Hij is ook ziek groot en. En long. De verdediger daarna is Stefan de Vrij. Hij heeft my work rates. Ja, ik denk dat dit voor de komende tijd samen met de Ligt wel het centrale duo zal worden van Nederland. Alleen de Ligt zit, is maar 80. De Ligt is maar 80, dus best wel laag. Ondanks dat jullie weten dat ik niet zo'n grote fan ben van Ajax, vind ik de Ligt wel een goede speler. Gaan we naar de linksback, Willems. Zijn nek lijkt een beetje op een ringworm. Maar hij heeft geen 4-star skills meer. Hij had dus 5. Echt? Hij had 5, nu nummer 3. Voor de rest ja, is ook traag. Toen had hij 86 pace, kan ik me herinneren, nu 78. Ja, een beetje jammer allemaal. Gaan we door naar de eerste nieuwe icon. En dan is het Prime. Dat is Clarence Seedorf. 4-star skills, 4-star weak foot. Ik heb hem nog niet gebruikt, dus ik ben echt benieuwd hoe hij gaat spelen. Medium work rates. En hij is rechts benig. En hij heeft prima stats, alleen niet zo heel veel defending. De volgende zender met de Stroopman. Nou, die kan er echt een tyfus van. Ik vind Stroopman echt zo fucking slecht. Waarom is hij 83? Wat een bullshit. Oké, in ieder geval, hij is niet zo goed, vind ik. Ook in FIFA. Altijd een kutkaart. Hij speelt ook helemaal niet meer bij Roma. Dus sorry. Maar ja, kan ook niks doen. Het is niet dat ik de transfer invoer of zo. Gaan we door. Nummer 10. Kruijf. 94 rated. 5-star weak foot. 5-star skill moves. High low work rate. Ziek nice. Deze stats. Fucking insane. Heel veel mensen vinden dat hij te laag is. Ben ik het daarmee eens? Ja, misschien een beetje. Om heel eerlijk te zijn heb ik hem nooit zelf zien voetballen. Want toen was ik nog niet geboren. Dus ja, mensen zullen er wel verstand van hebben. En zullen dit wel gezegd hebben. Ja, hey, helemaal prima. Maar ja, als je bij ze spreken, 97 was geweest. Of 96. Had hem ook niet verbaasd. Hij is nu wel echt gewoon een stuk lager dan bijvoorbeeld Maradona en R9 en Pele. Dat dus. Nou ja, kijk, het boeit mij gereed. Want hij speelt op zich wel oké, dus dat is wel nice. Dan hebben we Robben. Check deze pace downgrade. 79 pace, hij is gewoon fucking traag. Iemand die ook veel te traag is Van Persie. Hij heeft maar 50 pace, we slaan het op. Echt fucking bullshit. Hij heeft wel nog high low work rate, dat is wel nice. 4-star skill moves, nog steeds 2-star weak foot. Kijk, ze hadden op zich wel 1-star weak foot mogen geven, maar dan wel gewoon 85 pace of zo. 79, waar gaat het over? In de spits hebben we dan Depay. Depay 5-star skills en hij is een spits dit jaar, dus dat is wel voor het echt een ziek kaart. Aan het begin zal hij ook echt wel duur zijn, gok ik. High low work rates, ja, echt perfecte stats gewoon. Ziek nice, snel, sterk, veel shooting, veel dribbling, goede passing. Echt gewoon een perfecte kaart die je gewoon in je team wil hebben aan het begin. Waarschijnlijk wordt hij wel echt, ik denk wel 30, 40, 50k. Wel een klein beetje monobrouw trouwens hierop. En dan op linksbuiten hebben we Promes. Ook 5-star skill, high low work rate, ziek nice en echt ook gewoon ziek goede stat. Echt Promes in de pie kan je echt gewoon goed gebruiken dit jaar. Ik ben ook benieuwd hoe ze gaan spelen en daar gaan we nu achter komen. Dit is dus het uiteindelijke team. Ook heb ik Koeman? Nee. Oké, dan kan ik ook niet eens coach doen. Dan potje spelen tegen Bas. Basie! Nee, dat is zelf toch kid. Hey! Dit is het team van Bas. Dus je ziet, staan er allemaal nieuwe logootjes als chemistry style.
informatieve video is dit. Ja, maar mensen, subscribe op mijn kanaal voor informatieve video's. En voor meer Missie Mark op mijn kanaal. Mensen, ik ga even wat leuks laten kijken. Kijk nu de aftrap. Wat je dus kan doen, tegenwoordig, dat is nieuw. Dus als je gewoon de rechter stik bij een paas geeft, dan doet hij hop, doet hij hem omhoog. En dan doet hij gewoon altijd. En dan kan je wel leuke trucjes mee. Dan kan je wel gewoon leuke dingen mee doen. Oh, zo, scheidsie. Dit mag gelijk wel een kaartje zijn. Vrij trappen vind ik nog steeds niet heel chill. Maar ze zijn wel beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het letterlijk onmogelijk om een vrij trap te scoren. Ja, nu nog steeds wel, maar... Komt hier Arjen Robben? Oh, wat een kutbal. Lek, Sam. Oh, 79 pace Robben, lekker hoor. Komt ie. Komt ie. Promes met nummer 4. Feitelijke nummers ook hebben aangepast. Kijk, totaal geen oog aids van. Oh, Big Virgil. Kut, easy. Easy! Komt Seedorf. Voor de mensen die het nog niet weten, waarschijnlijk hebben jullie dit al 100 keer gehoord. Maar shooting is fucking moeilijk. Moet je zien waar ik heen schiet. Dat time shooting is oprecht echt fucking lastig. Wel leuk. Maar als je het is wel nieuw, zeg maar. Maar daardoor kan het wel zo zijn dat je in je eerste positie wel gewoon niet scoort. Want het is oprecht wel moeilijk. Nee! Oh, cheeky! Oh, golazo! Wat een kut goal. Ryan Thomas met de voorassist. Ja, super knap. Hij kan scoren met 96 Ronaldo. Oh. Oeh, dit is niet best. Wat? Ja, je gezicht. Zeedorf goed hoor. Goeie kutbal. Zie je, maar Nederland zelf is er ook niet aan moet zijn. Nee, zelf met twee toevoegingen uit het verleden, ja. Nee. Als iemand mij ook zou... Ja, blauw. Hey, hallo. Als iemand mij ook zou kunnen uitleggen hoe het in godsnaam kan dat Kevin Stroopman al 83 is. Die gast zou inmiddels zilver moeten zijn. Die kan er echt geen tyfus van. Die was echt goed en toen verloor hij zijn knie. En toen... sindsdien is gewoon helemaal niks meer. Boom! Ah, kloten. Oké, je wordt nog steeds. Ah, altijd leuk spelen tegen Bas met 90 Courtois goal. Johan Cruijff. Paas dan ook, joh. Ik wil gewoon Johan Cruijff scoren. Gewoon naar links gegeven. Hé, bemoei je er niet mee. Wat zijn we voor homo-erotisch iets? Godverdomme, wat een kutspel. Je is weer 96 Ronaldo. Ja. 96 Ronaldo. Papa, je goede kopduel wel gewonnen. Van Sol 74. Ah, oh, helaas. Raakte de bal kwijt en 88 Marcelo. Ah, oh, shit. 90 Vieira pakt de bal. Gelukkig hebben we een goede bank, mensen. Laten we daar maar eens gebruik van maken dan. Die Pauper Stroopman eruit van Gullit. Daar kan ik echt een tyfus van. Wie hebben we nog meer? Oké, Big Ruud, Bergkamp, Van Basten of Kluivert. Big Ruud. Ik speelde een potje tegen Matty. Ik scoorde echt een prachtig doelpunt met de hak. Is er Rabona voor de toe met de hak? En toen kwam hij terug met een omhaal van Cruijff. En hij kwam 2-1 door een omhaal van Nistelrooy. Maar niet zomaar een omhaal, maar echt zo'n omhaal die gewoon door het net heen ging. Was ik lid. Big Ruud. Oh, heerlijk. Balletje op de paai. Oh, great timing. De paai nog een keer. Oh, slechte timing. De Vrij. Oh, 84 De Vrij. Verliest het kopduel van 96 Eiken Ronaldo. Ah, daar komt 96 Ronaldo. Ik heb zie je maar, Nederland zelf heeft nog heel veel werk te verrichten. Snel! Wat deed je? Ja, een zieke omhaal. Ja, Elton Adem bent een heerlijke omhaal natuurlijk. Nou zitten, hè? Een beetje kut goal. Maar een leuke video is ook goed. Ja, jij weet ook hoe het voelt, of niet? Ja, daarom zeker doen. Okay. Boom! Ja, too early! Zo zien mensen, wat voor team je ook hebt, zeker met zo'n team, tegen 96 Ronaldo valt niet op te boksen. Elkayati, Ryan Thomas, Aki Venwa. Oh. Laat dan even doorgaan, Gens, voor de video. Wat een klootzak. Daar komt die Memphis. Hoor dit? Godgloeiende tyfus. Dit meen je toch niet? Dat is mijn zo toch niet? Ik ben in Duitsland natuurlijk. Ja, ik zou het persoonlijk toch wel fijn vinden als ik in ieder geval één doelpunt maak. Johan. Gast, die Van Dijk is illegaal. Boom! Oh, zo! Lekker zeg, Memphis! Vleefvrije trappie. Heerlijk vrije trappie van Memphis. Ongekend, die zat er lekker in. De toekomst. Wel chill dat die vrije trappen kan scoren. Ja, goed wel. Ja, mensen, zoals je ziet, echt de komende EK, jongen, makkie. Daar komt hij. Opa Robben. Eén goal. Oh. Nou. Boom! Yes! Big Ruud! Heerlijk! Daar komt ie! It's the final counter! De letten! Jeus, die aanname! 94 rated! Wat een aap lul! Oh ja, Memphis! Oh, Memphis! Timed! Nee. Oh,
die maak je gewoon nooit ervan. Nee. Ik heb nog geen schot buiten de 16 op die manier ingeschoten. Ik ook niet. Mensen, nog een laatste corner. Komt hij dan? Dat ging voor de omhaal. Had hij misschien beter niet kunnen doen. Als je fluit, neuk je moeder. Godverdomme. Oké, mensen, dat was de video. Ronaldo 96 krijgt de bal. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk, dan zeker een duimpje omhoog. Bas, dankjewel voor het meedoen in deze video. Zijn dingen zo in de beschrijving staan. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Zo laat je weer al in de volgende keer. Wil je nog meer van mij zien? Klik dan hier of hier. Ja, klik maar. En wil je mij abonneren? Kan ook. Klik dan hier. Doe even klikken. En dan kom ik snel weer terug bij een nieuwe FIFA 19 video. Oké, doei!